De nieuwe bankwet wordt in april afgekondigd. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi gisteren weten in de Nationale Assemblée. Samen met de minister van Financiën en Planning en de governor van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, is het staatshoofd in de afgelopen weken bij elkaar gekomen om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor de inwerkingtreding van de bankwet in orde zijn. Dat bestuur, zoals de nieuwe bankwet dat voorschrijft, al voorbereid is. Directieteams al voorbereid zijn. Meneer voorzitter, wat als eenmaal de bankwet gaat werken, zijn er andere spelregels die gaan optreden met andere instituten, met andere procedures voor besluitvorming. En die dingen zijn voorbereid, meneer voorzitter. Dus ik denk dat we in de maand april we zover zullen, in goed overleg met de governor, zover zullen zijn en de minister van Financiën om het af te kondigen. Maar de voorbereidingen zijn wel getroffen. De voorzieningen zijn wel in place gebracht, meneer voorzitter. Het staatshoofd ziet graag dat vooral DNA-leden voor de aankondiging van de wet gaan nalezen wat het precies inhoudt. De nieuwe bankwet werd op 10 juni 2022 goedgekeurd in de Nationale Assemblée. De wet heeft als doel nieuwe regels op basis van ter zake geldende internationale standaarden voor het centrale bankwezen vast te stellen. Met de wetswijziging is de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname versterkt.